Dit is de beroemde verjaardagsfoto van Anne, van haar 10e verjaardag, 12 juni 1939. En Anne staat hier als tweede van links. Naast haar staat een vriendin van ons, Sanne Lederman. En daarnaast sta ik. En wij waren altijd alle drie heel erg bevriend en veel samen en heten Anne, Hanne, Sanne. Van Anne weten we dus een heleboel, want zij is wereldberoemd en haar dagboek wordt in de hele wereld gelezen. Maar van Sanne weten we heel weinig. Zij was een schattig meisje. Zij was jarig op 7 oktober. Dat herinner ik me nog. Sannes vader werkte samen met mijn vader. En daardoor kwamen ook de ouders bij elkaar thuis. En ook bij Frank. En Sanne was een bijzonder aardig meisje. Zij was niet op onze school. Anne en ik waren op de 6e Montessori-school. En Sanne was op de Jekerschool. Maar we zijn toch heel veel bij elkaar gekomen, gespeeld. Ik kwam bij hun, zij kwam bij mij. Dat was zo'n heel driehoek van de straten. En Sanne woonde aan de andere kant. Dat was de Noorder-Amstelaan, vandaag Churchilllaan. Wij woonden Merwedeplein en wij waren altijd bij elkaar. Ik bij Anne, Anne bij mij, Sanne was bij ons en we waren heel veel samen. Mevrouw Lederman heeft altijd foto's van ons gemaakt. Zij was echt professioneel. En meneer Lederman heeft met mijn vader een bureau samengewerkt in het bureau. Hij was een advocaat, mijn vader was economist. En zo hebben ze samen geholpen vluchtelingen uit Duitsland te helpen. Sanne was van 20 juni tot 16 november in Westerbork. Zij hadden papieren om uitgewisseld te worden naar Palestina, vandaag Israël. En die nacht waren niet genoeg mensen om op transport gestuurd te worden. Toen moest men de commandant vragen. Er waren 40 lijsten. En de commandant heeft besloten, ik moet maar 2 lijsten hebben. Dat was voor mij ook een van de droevigste nachten in mijn hele leven. Want ik werkte in het weeshuis en die nacht werden alle kinderen van het weeshuis ook weggestuurd. Wij waren misschien 6 of 8 die mochten blijven. En die nacht werd Sanne met haar ouders ook verstuurd naar Auschwitz. Ik wilde voor zover mogelijk de identiteit van de kinderen herstellen. Ik wilde ze hun naam teruggeven. Hè, en ik wilde aan die naam een aantal gegevens verbinden. Kijk, een naam is een ongelooflijk belangrijke zaak. Een naam is verbonden aan de mens, aan de persoon. En die naam, als die naam verdwijnt, dan lijkt het alsof die mens er nooit geweest is. En dat is dus ook de opzet geweest van de Duitsers. Die wilden niet alleen iedereen doodmaken, maar niet alle Joden doodmaken, maar ze wilden ook doen voorkomen dat ze er nooit geweest waren. Thank you.
Niels Luger, Dibby Smit, Molle, Hermien, Henk Sass en Mieke. Mieke. Ja. Dat je dat nog allemaal weet, hè, als je zo achter ja. En hier zit Riekje. En het is wel grappig dat wij hier. Wij zitten hier precies met z'n vier naast elkaar. Ja. Hier Jan, met z'n vier. Jan Bakkum, en Els en Mee en ik. Frits. Ja, maar kijk, hier zijn we. Ja. Riekje zat bij ons in de klas. En ik herinner me haar als een meisje dat altijd hele goede cijfers haalde. Ja. Met een prachtige strik in haar haar. Nou hadden de meeste meisjes dat in die tijd, maar bij haar viel dat toch erg op. En in ieder geval moet ik zeggen, de herinnering die ik aan haar heb, is dat donkere meisje met die witte strik in haar haar. Tja. En ja, op een zeker moment, wij zaten toen in de vierde klas, kwam de directeur van de school zeggen dat de Joodse kinderen, we wisten eigenlijk nauwelijks dat dat iets anders was dan andere kinderen, maar dat de Joodse kinderen naar een andere school moesten. En toen gingen er dus drie kinderen uit onze klas gingen weg. We hebben er dus gelukkig twee van teruggezien na de oorlog, die het overleefd hebben, maar Riekje dus niet. We waren natuurlijk toch wel vrij wilde jongetjes hoor, in die tijd. Maar ik herinner me dus dat we toch bij Riekje mochten spelen. Of het nou een verjaarspartijtje is geweest, dat weet ik niet. En Riekje in de flat, en die ligt daar aan de kop van de Hakkerstraat, de Bandstraat. Daar was een koker en die ging naar beneden. En dan kon je al je vuilnis, kon je zo die koker ingooien. En dan kwam het in de vuilnisbak beneden aan. Nou, dat vonden wij zoiets ongelofelijks. Wat we er toen ingegooid hebben, nee, dat weet ik niet meer. Ik denk niet dat moeder Texera de Matos daar erg blij over was. Maar we hebben de koker gebruikt. En altijd nog, altijd als ik nog de Hakkerstraat uitrijd, denk oh ja, daar woonde Riekje. Ik was op zoek naar deze foto van de hele school. Die is genomen in 19... Nou, toen wij in de eerste klas zaten en waar Riekje op staat, met strikkende haar. En toen kwam ik dit poëziealbum tegen en daar zat ik in te bladeren. En toen kwam ik iets tegen, een gedichtje wat Riekje erin geschreven had. En dat luidt, Els, veel gezellige dingen, waarbij je steeds vrolijk kunt zingen. En als je later dit boek nog eens leest, denk dan dat wij in één klas zijn geweest. Riekje, openluchtschool, derde klas. 11 maart 1940. Ja. Heel lief dat we nu nog aan Riekje kunnen denken op deze manier. Ja, zo geef je dat toch nog een. Ik kwam dus weer eens naar Riekje toe en toen, die woonde 2-3 hoog en ik kwam omhoog en ik kwam dat huis binnen waar ik altijd was en ontvangen wilde, want ze hier echte Joden waren het. Ze waren heel erg. Je had er altijd heerlijke taart, dat herinner ik me heel goed, met lekker thee en die werd gerend tot en met. En was bij ons thuis nooit thee en taart, want dat hadden ze toen niet in nodig. Maar zij hadden het, ik weet niet hoe, maar ze hadden het. Dus ik vond het daar heerlijk. En ik kom daar en die hele flat is helemaal kaal, maar dan ook niets. Geen papiertje, niks. Dat was zoiets vreselijks. Nou, toen ben ik maar gauw weggegaan, nooit meer teruggekomen. Zo was dat. Dat was niet leuk. Want het was mijn beste vriendinnetje. Ik ben geboren in 43. En dat betekent dus dat je vanaf het moment dat je jezelf bewust bent en je omgeving, dat je altijd te maken hebt gehad met de oorlog en met de gevolgen van de oorlog. Een heel bepalend ogenblik, ook voor mijn hele leven, zeg maar. Dat was op zaterdagmiddag, dan ging ik met mijn vader wel op de fiets de stad in. En ik kan me dus herinneren dat we op een gegeven ogenblik door een buurt reden waar iets
heel merkwaardigs aan de hand was. Alle huizen die daar stonden, die waren kapot. Die waren helemaal weggesloopt. Er zat geen stukje hout zat er meer aan. Er zaten geen ramen meer in. Je kon tegen de muren kon je zien hoe de trappen hadden gelopen. Je kon zien waar de verdiepingen waren geweest. Waar de keuken, het keukenblok had gezeten en dat soort dingen. Maar er was dus helemaal niks. Alleen maar staketsels van huizen. Ik weet dat ik aan mijn vader vroeg van, wat is hier gebeurd? Nou, het antwoord wat je kreeg, dat was, ja, het hout is eruit gesloopt. Want in de oorlog, in de hongerwinter, had iedereen het koud. En dan werd dus het hout werd weggehaald. Ik zei, ja, maar die huizen, waar is iedereen? Waar is iedereen? Waar zijn de mensen? Het was doodstil in die buurt. Alleen het beetje verkeer wat er was, hè, dus een paar fietsers. Misschien een vrachtwagentje of dat soort dingen. Maar er was dus niemand. Alles was leeg. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Iedereen weg. Wij woonden hier op 20 en zij was 9 juli juni jarig, ik 17 juni en we vierden vaak de verjaardagen samen. Ja, hoe ging dat spelletjes? Vaak geen meidenspellen natuurlijk, maar op een gegeven moment, het was plagen en pesten natuurlijk ook, hè, dat zit er dik in. Het was een meid, voet en uit. Het was echt een meid. Ondeugende meid? Ondeugende meid, vrolijke meid. Ja, ik kan zeggen, al aan de pop had slepen in die tijd. Het staat hier op de foto zelfs ook nog. En touwtjes springen, dat soort zaakjes, weet je wel. Het was echt een vriendinnetje, klaar. We staan nu voor het winkeltje van Bentertaas. Bentertaas was had een comestibele winkeltje. Verkocht ijs, snoep, fruit en dergelijke. En met de dochters van Tataas, daar speelden we hier mee op het pleintje. Ja, dat was met mijn vriendje Herman Reinders, die woonde hier op 19. En die, we letten er altijd op. We kregen ook wel eens wat van hem, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Maar op een gegeven moment was het, keken we of Ben in de winkel was. En we dachten dat hij er niet was. Herman die sloop naar binnen, pikte een appel. Maar Ben zat wel achter de toonbank. Dus die met een noodgang achter ons aan. En die het pleintje hierop. En die verloor zijn kleingeld. Die had al het los kleingeld in zijn. Hij had zo'n wit jasje aan en had die kleingeld in. En dat verloor hij. Nou, dat was feest, hoor. Dat was feest. Maar mocht u toen nog met zijn dochter spelen? Ja, even goed nog. Ja hoor, ja hoor. Oh god, ik kan u vertellen dat wij hebben zelfs thuis nog een ragebol staan. Die mijn moeder een keer geleend had voor de ramen te doen. Met die week werden ze weggehaald. Dus die ragebol is nooit meer teruggekomen. Die heb ik nog steeds. Dus ze waren er ineens niet meer. Ik kwam thuis en de familie Tataas is weggehaald of is weg. Toen heb ik er nooit meer gezien, nee. Nou, ik heb nog iets gevonden, Guus. Dat zou je wel interesseren. Dat zijn de beruchte transportafstellingen. En het ligt in omgekeerde volgorde, ja. Maar je ziet bij ieder transport de wagonleiter en de sanitator. Ja. En dit is het... Je kunt hier dus zien hoeveel wagons er waren? Exact. Dit is een hele grote. De datum van het transport en dat er één zoekarts was, die staat helemaal onderaan.
En dat die in Westerbork is opgemaakt, deze lijst, op 4 september 1944. Wat ik voortdurend benadruk, dat je geen idee hebt als je zegt er zijn 18.000 kinderen gedeporteerd en vermoord. Dan zeg je wel iets, wat dat betekent, dat weet je niet. En dat wordt door dit soort stapels wordt dat ineens zichtbaar. In dit pak papier zitten indirect 105.000 mensen. Bevat dat, hè? Die zitten daarin in opgenomen. Impliciet zitten die daarin. Die zitten in die wagons die hier geregistreerd staan. Ja. Je krijgt iedere keer weer een soort klap voor je kop als je de hoeveelheden, de massaliteit van de dingen weer onder ogen ziet. En dat ga ik er nu afhalen. En dan ga ik iets doen wat met deze persoonsbewijzen dus nog nooit gedaan is. Namelijk, ik ga kijken of daar kinderen tussen zitten. En daar heb ik dus hier nu 7 kinderen tussen gevonden. Het was de eerste. Dit is, even kijken, Eugenie Nicolette Bril. Dit is dus het fameuze persoonsbewijs, gestempeld met de verschrikkelijke J. Dit is in Westerbork afgestempeld als ongeldig. Sinds oktober 2009 heb ik zo'n ruim 3000 foto's van kinderen door mijn handen laten gaan en bekeken. En dit is dan weer zo, vanochtend heb ik dus deze heb ik gevonden en nu vind ik dit jongetje. En dat is dan altijd weer het moment dat je, waar je het dan heel moeilijk mee hebt. Het maakt dus kennelijk niet uit of je al 3000 keer een foto van vermoorde kinderen hebt gezien. Als je weer zo'n foto ziet, dan heeft dat weer die impact op je. Ik kan dus zeggen op dit moment dat vandaag het werk aan de lijsten, waar ik dus zeg maar ruim twee jaar bijna dagelijks aan gewerkt heb, dat is voltooid. Een heel merkwaardig ogenblik, moet ik zeggen, ja. Ja. Ik heb mijn schooljaren doorgebracht in deze straat, keurige straat, waar eigenlijk nooit iets bijzonders gebeurde. Eigenlijk een straat die een spiegelbeeld geeft van de Nederlandse bevolking. Alles door elkaar, gereformeerd, katholiek, joods, socialistisch, niet een buurt met een bepaalde kleur. En daardoor kreeg je ook op een zeker moment, toen die oorlog uitbrak en opeens hier de wereld ook op zijn kop stond in die keurige brave buurt, een duidelijke aftekening ook van de mensen. We hadden dus aan deze kant, ik woonde in dat huis daar ginds, dat blok van 3 huizen, het middelste, daar woonde ik toen. Mm-hmm. Hier, een huis hier links van mij, daar woonde een mevrouw, die ontving op zaterdagavond in de oorlog SS-officieren, die drankgelaten hielden en die 's nachts heil heil roepend over straat gingen. Aan de overkant woonde het huis van de familie Israëls, een Joodse familie. Daar was een dochter en een zoon. Dat jongetje was met mij en nog een paar vriendjes uit de buurt lid van een club. Die hadden we opgericht toen we nog heel klein waren. En die club die werkte voor oudere mensen, tuin opknappen en in de winter sneeuwruimen. TIP heette die club, het betekent T-I-P, tuinieren is prettig. Een van de leden, dat was het Pietje Israëls, die in het huis hier woonde, was de oudste. Hij was wat ouder dan wij en was een haantje de voorste. Was een heel fel kereltje, ook in onze gevechten. Want wij voerden binnen de oorlog ook hier nog oorlogen met het Rode Dorp, met de Rogdalen en zo. Maar echt de leider eigenlijk van de club. En dat leidde op een zeker ogenblik tot baldadigheden, waardoor we in een vervelende situatie terechtkwamen. Voor ons huis was een put. En in die put zaten kikkers. En er werden wel eens kikkers uitgehaald, maar een beetje onplagerig tegenover de meisjes te doen. En toen op een middag, toen we allemaal hier op straat speelden, toen kwam Pietje
het medelid van Tip kwam op het idee om daar een kikker uit te halen. En de meisjes waren daar tegen, want die vonden dat eng. Maar hij deed het toch, deksel eraf halen. Hij had een kikker, deed nog een beetje tegen die meisjes. En die gingen gillend weg. En toen deed hij iets heel raars. Hij verpakte die kikker in zijn zakdoek. Loopt weg, gaat de steeg daarin. Dat is de steeg waar wij als club altijd vergaderden en zo. Gaat zijn huis in. En verschijnt dan voor dat zolderraam, van dat dakkapel op de zolder. En gooit dan die kikker in die zakdoek uit het raam naar beneden op straat. Dat vonden wij zo'n hufterige rotstreek. Dus toen hebben we onmiddellijk met de club een vergadering belegd en we hebben Piet geschorst. Voor onbepaalde tijd. Tenminste voor de tijd, zolang hij niet zou uitleggen waarom hij dat doet en zou beloven dat hij nooit meer zoiets zou uithalen. Nou, deel nou het geval. De dag daarna, of twee dagen daarna, helemaal precies weet ik dat niet meer natuurlijk, komen wij onder de middag thuis uit school en zien wij dat de familie Israëls uit huis wordt gehaald. Het bleek de dag te zijn waarop de order was gegeven door de SD en Gestapo om de nog in Alkmaar verblijvende Joodse mensen op te pakken en af te voeren via Amsterdam naar Westerbork. De familie verdwijnt. En wij begrepen daar dus helemaal niets van. Ik was 6, 7 jaar oud. En we voelden natuurlijk wel dat het helemaal niet in orde was, maar waarom en zo. Dus onthutst gaan we naar huis en ontdaan, kan niet eten en nou, het gesprek gaat er aan tafel over. En toen zei mijn vader, op een vraag van mij, waar gaan ze heen? Ja, die zie je niet meer terug, die zie je me nooit meer terug. En ze zeggen, waarom dan niet? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Waarop ik verbaasd vraag, toch niet om die kikker? Is dat dan zo erg? Ah nee, zegt hij, dat heeft niks met die kikker te maken. Dat is om hun Joods zijn. Waarop ik weer vroeg, wat is Joods zijn? Ik wil maar zeggen, dit hele verhaal geeft ook nog eens aan hoe verbijsterend alles wat er gebeurde. Want je kon niet op het idee komen dat zulke dingen zouden gebeuren. En als kind wisten we wel dat er natuurlijk al een heleboel verkeerd was in deze wereld op dat moment. Maar zulke gruwelijke dingen, dat kon je helemaal niet bedenken. Nou, ze zijn inderdaad helemaal nooit teruggekomen. Ze nooit meer gezien. Pietje niet, zijn zusje, Lore, Lotte noemden we er op straat, zijn vader en zijn moeder, nooit meer gezien. Even bladeren. Nou, dan mis ik hem natuurlijk net. Ja, deze. Kijk, dit is een origineel Rachel Ubersveld. Wie? Of Sylvia Ubersveld, sorry. Haar moeder heet Rachel. Ik werk hier inmiddels zo'n 10, 11 jaar aan. Ik ben er rond 2000, 2001 mee begonnen. Ik kwam eigenlijk op een gegeven moment op als een idee en dan ga je daarmee aan de slag. Zo werkt dat. En ik vond het belangrijk dat de kinderen die dus allemaal waren gedeporteerd, daar wist eigenlijk niemand iets van. Daar hoor je eigenlijk nauwelijks iets over, je leest er niets over. Het was gewoon alsof ze min of meer een beetje in de vergetelheid waren geraakt. En kinderen als Anne Frank, dat waren eigenlijk de enige onder al die kinderen waar je dus wel met grote regelmaat van alles over hoorde. En waar mensen onderhand over elkaar heen buitelden omdat ze vriendinnetje met haar waren geweest. En op een gegeven moment bedacht ik bij mezelf, er waren ongeveer zo'n 18.000 kinderen zoals Anne Frank. Ja, ik vond het goed om die ook uit de vergetelheid te halen. En dat is eigenlijk de reden dat ik er toen mee begonnen ben. Dit is dan bijvoorbeeld het kindertransport vanuit Vught. Dat is vanuit Vught naar Westerbork gegaan op 6 juni. En dat is op 8 juni vanuit Westerbork grotendeels doorgegaan naar Sobibor. Nou, dat waren inderdaad ontzettend veel kinderen. En een gedeelte van het kindertransport vanuit Vught naar Westerbork is ook in latere transporten naar Sobibor of sommigen in september nog naar Auschwitz gegaan. Ik weet wel dat ik echt vanaf vrij jonge leeftijd dat ik al wel helemaal gefascineerd was met geschiedenis en dergelijke. En mijn opa die heeft uiteraard de oorlog meegemaakt. En hij vertelde dan al, toen ik een klein meisje was, diverse dingen. En hij heeft in zijn jongere jaren bij een Joodse slager gewerkt. In Woerden dus, waar we vandaan komen. En hij vertelde toen op een gegeven moment ook dat zij met het hele gezin zijn gedeporteerd. En dat er niemand van teruggekomen was, dat hij ze nooit meer gezien had. En ik was toen een jaar of 8, 9 denk ik. En ik weet nog dat dat ontzettende indruk op mij maakte. Dat ik echt dacht, kunnen die mensen nou in één keer maar zomaar weg zijn? En vanaf dat moment ben ik er eigenlijk meer over gaan lezen, ben ik me erin gaan verdiepen. En dat is eigenlijk altijd gebleven.
En dat heeft dus uiteindelijk geleid tot dit idee. En Aline kent alle foto's uit haar hoofd. Die weet van alle foto's. We hebben bijna 4000 foto's in ons archief. Ik kreeg deze binnen. Van dat, dit is zo... en als je haar een foto laat zien, dan weet ze dus wie erop staat. Het is echt wonderbaarlijk. En dan weet ze ook nog waar ze gewoond hebben. En wie is dit? Roosje Noach. Het was een van de eerste foto's nadat ik met de hele zoektocht was begonnen, heb ik deze binnengekregen. En hij is dus onder andere herkend aan de kleertjes. Want de kleertjes die hij op deze foto aan heeft, heeft hij ook aan op de foto die dus alleen maar bekend was als Remy van Duinwijk tot dan. Kindje is te vondeling gelegd aan de Duinwijkseweg in Bloemendaal. En uiteindelijk, de mensen bij wie hij terecht kwam, die wisten op dat moment natuurlijk niet wat zijn echte naam was. Omdat hij helemaal geen papieren of wat dan ook bij zich droeg. Die hebben hem toen Remy genoemd, naar de hoofdpersoon uit Alleen op de Wereld. En van Duinwijk, omdat hij op de Duinwijkseweg in Bloemendaal was gevonden. En zo is hij uiteindelijk bij dat gezin onder die naam gekomen. Onder die naam is hij ook opgepakt. Onder die naam is hij bij de crash gekomen van de Hollandse Schouwburg. En onder die naam is hij uiteindelijk ook naar Westerbork en naar Sobibor gedeporteerd. Ik zat op de Cornelis Kruseman school in de Cornelis Kruzemanstraat. En naast mij in de klas zat Paul Duizend. En Harold zat in een bankje daarvoor. Het was een tweeling. In maart 1943 begonnen de grote razzia's hier in de buurt. Heel Amsterdam-Zuid werd uitgekampt op Joodse mensen. En op een zondagochtend was dat. En wij moesten binnenblijven. En er kwamen mensen aan de deur om te vragen of er Joden woonden in dat huis bij ons. En een uur later mocht ik van mijn vader de straat weer op. Hij zei, ga maar kijken wat er te zien is en wat er gebeurd is. Toen liepen wij de Marathonweg af hier naar het kruispunt met de Stadionweg en er stond een hele lange rij trams. En in die trams stonden we aan de andere kant van het instappen. Maar toen zag ik die twee klasgenootjes van mij zitten. Harold en Paul. En toen hebben we naar ze gezwaaid. En dat was een dramatisch moment. Wat eigenlijk nu dramatischer in mijn ziel zit dan ik het toen meemaakte. Maar het gekke was, ze hebben een enkele reis Olympiaplein met lijn 24 naar Sobibor gemaakt. Ze zijn nooit teruggekomen en die trams werden bestuurd door echte Amsterdamse trambestuurders. Dit is de rivierenbuurt, er woonden heel erg veel Joden. Dat was eigenlijk vanwege het feit dat een heleboel jonge Joodse gezinnen kregen het wat beter. Die woonden dan verderop in de Nieuwmarkt, et cetera. Die gingen dus met hun kinderen hier wonen, want hier waren nog lege huizen in de rivierenbuurt. En
Ik ben daar in 36 geboren, op Driehoog. Heel veel trappen herinner ik me. En hier om de hoek in de Molenbeekstraat, daar woonde de familie Seijers. Ik heb later gehoord dat het van Seijers was, maar voor mij zijn ze nog altijd Seijers alleen maar. En die hadden een baby. Dat kind is, ik dacht dat het een paar jaar jonger was. Nou ja, 3 jaar jonger, dus blijkt het dus te zijn. En daar heb ik een aantal keren mee gewandeld op straat, in de kinderwagen. Nou, dat vond ik heel bijzonder, want ik had het niet zo op baby's, maar dat vond ik dan toch wel erg leuk. En dat jochie met die enorme grote bruine ogen, die donkerbruine ogen. En een schattig oogopslag ook, echt beeldschoon, ja, heel mooi kind. In 42 begon het wel al, maar in 43 was het echt schering en inslag dat hier razzia's waren. En dan werden daar op de hoek, werden die mensen gewoon bij elkaar gesmeten. En wij keken dan stiekem het raam uit, dat mocht wel niet, maar dat deden we dan wel. En mijn vader was blokhoofd van de luchtbescherming of iets dergelijks, ik weet niet hoe dat heette. Maar die mocht na achter dan nog, en die kon ze dan nog helpen. Er was er verderop, was er een man, die was bedlegerig. En ik liep altijd op en neer naar school, naar de Nierstraat. En maakte dan een praatje met die meneer die altijd voor het raam lag, ziek te wezen. En die is ook op een dag met een razzia, met een bakfiets daar neergepleurd. Echt verschrikkelijk. En toen heeft mijn vader hem nog water mogen brengen. Maar ja, toen is hij wel dood gegaan daar op die hoek. Gelukkig. Er is hem veel bespaard gebleven, heb ik de indruk. Hier op dit balkon stond dus de wieg van Etje. Of wieg of kinderwagen, ik bedoel, ja, zoiets. En dan kon ik hem dus zien liggen vanaf dat balkon, die veranda, want het heette veranda's hier. En dat was het grote, dat was bij onze huiskamer. En dat was de kleine, dat was bij de keuken. En dat kleine raampje daar, dat was mijn kamertje. Dus ik kon hier zo inkijken. Dus ja, ik kon hem altijd zien liggen. En dan riep ik wel eens, maar ja, zo klein nog. Nou, dat gebeurt nog vrij geregeld, dat ik aan ze denk. Ja. Nou, dat dus. Er zijn hier meer dan 350 kinderen van onder de 18 jaar opgepakt en in Auschwitz en Sobibor vermoord. Sintje Abraham, die hier in 1931 is geboren, daar bestaan absoluut geen herinneringen aan. Helemaal niets, nul. Ik geloof niet dat er vanuit deze straat van die 350 kinderen ook maar één foto is. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de mensen die hier woonden, als ze weg moesten, en hun spullen achterlieten met foto's, kwamen die bij de buren terecht. Maar die werden dan 3 weken later ook weggehaald. Of een half jaar later. Dus dat is allemaal verdwenen. Sintje Abraham woonde hier in de straat. Dat huis, dat is in de jaren 50 is dat gesloopt.
zoals de hele evenkant van de Rapenburgerstraat gesloopt is. Nummer 104, waar zij wonen, dat moet ongeveer moet dat hier geweest zijn. Het was een heel gewoon, Het was een vrij armoedig huis. Toen zij het betrokken, was het net een beetje opgeknapt. Het was onbewoonbaar verklaard door de gemeente. En het huis heeft toen een halfjaartje leeg gestaan. En toen hebben ze daar wat verbeteringen aangebracht. En toen zijn daar dus weer drie gezinnen in komen wonen. Ze woonden daar op één hoog boven een winkeltje. Sintjes vader die was doodgraver op de Joodse begraafplaats van Zeeburg. Je kunt dus al aannemen dat ze van een heel mager inkomen hebben geleefd. Dat huis dat was een halve krot, zoals heel veel huizen hier in de buurt. Hier aan de overkant is Bussenschut. Dat was vroeger een hofje met daarachter ook allemaal armoede. Hier op de hoek was het Markenpleintje. Nou, wat daar zich afspeelde, dat kun je bijna niet voorstellen. Dat is echt verschrikkelijk. De huizen, weten we, dat er waren geen wc's. Dus het waren vrij armzalige omstandigheden. Door een wonderlijke speling van het lot is er een boedelbeschrijving gemaakt van het huis van de familie Abraham. Een vader en moeder en 4 kinderen. Zij had 3 broers. Dat is heel ongebruikelijk, want die boedelbeschrijvingen die waren eigenlijk gereserveerd voor huizen waarvan de inhoud interessant was voor de rovers die zich hier met die spullen bezig hielden. Die huizen die zijn dus gepulst, zoals dat heette. Dus een Nederlandse verhuizer, de heer Puls, die kwam dat allemaal halen en dat werd dan of vernietigd of naar Duitsland vervoerd, waar het dan verkocht werd of opgeslagen. Dus dat zal dan met deze schamele spulletjes zal dat ook gebeurd zijn. En dat huis is toen leeggekomen. Bij mijn weten heeft er nooit meer iemand in gewoond. En ik heb bijna 4 maanden lang heb ik overal gespeurd, rondgekeken, maar ik heb helemaal niets over haar kunnen vinden. Echt niks. Ik weet zelfs niet op welke school ze heeft gezeten, hoewel ze waarschijnlijk hier om de hoek in de Nieuwe Batavierenstraat heeft gezeten. Maar je weet dus helemaal niets van haar. Al die kinderen zijn anoniem gestorven. Dat onttrekt zich aan je voorstellingsvermogen. Tussen het moment van dat er hier dus de Nederlandse politie de straat in reed en op je deur bonkte en je uit je huis haalde. En dat je dan naar de politiepost op het Johannes Daniël Meijerplein werd gebracht. En dan naar het Centraal Station werd vervoerd in een Amsterdamse politiewagen. En dan door de NS werd getransporteerd naar Westerbork. En in dat hele proces begonnen die kinderen, vooral de kinderen, ook de volwassenen, maar voor de kinderen nog veel, speelde dat nog veel sterker, raakten die dus hun naam kwijt. Die sloeg aan het verdwijnen. Iedereen die haar gekend heeft of gekend kan hebben, is ook vermoord. Dus als zo'n meisje bestaat geen enkele herinnering, die is helemaal verdwenen. Want dat ze een strik in haar had, dat weet ik wel. Dat weet ik wel bijna voor 100% zeker.